Ja, zet je veiligheidsbril maar op. Nee. Je begint meteen... Oh. Dat is niet de sfeer die ik wil hebben natuurlijk. Nee, sorry. Even kort, wat is er nou zo ontzettend leuk aan werken bij Open Brouwers? Dan ze je probeert te ontwikkelen tot het niveau wat je wil en de vrijheid hebt die je wil. Als jij geen niveau hebt, ze willen je alles leren. Ze steken er ook heel veel tijd in. Wat heb je nou geleerd in 2011? Wat heb ik geleerd in 2011? Nou, zo lang ben ik nog niet in dienst. Ik ben eind 2011 begonnen. Eigenlijk heel veel, alles. Ik heb wel een elektrische achtergrond, maar te weinig. En heel andere. Oh ja, ja, enorm elektrische achtergrond. Ja, ik zie het. Groot, hè? Nee, dat zei ik niet. Oh, fijn. Maar elektrisch, ik voel het ook gewoon. Ja, ja, die spanning, hè? Ja. 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 Wat ben je hier nu aan het doen? Ik ga proberen een paneelbouw te leren. Dat is voor mij dit ben je nu aan het leren? Ja, ik heb dit nog nooit gedaan. Dat is voor mij de eerste keer. Dus we beginnen bij het simpele, railsjes plaatsen. Ja. En dan vanzelf stap voor stap alles afwerken. Ik wens je heel veel succes. Dank u wel. Okay. Die meneer die net langs kwam, dat is de oudste werknemer. Goeiedag. Dit doosje dicht. Met veel ervaring zo te zien. Nou, ik loop tegen de feut aan. Dus, ja, want u bent het langst in dienst, begreep ik, hè? Ja, nou, vanaf 71. Dus dat is toch al behoorlijk weer. Maar dat is niet meer de totale diensttijd. De totale diensttijd is toch een jaar en dan ben ik 50 jaar dat ik werk. Van dus harte alvast? Ja, daar zullen er niet veel meemaken die dan 50 jaar de arbeid nog verrichten. Maar dan heb je dus ook een heel mooie overview van hoe dit bedrijf zich ontwikkeld heeft. Ja, wel, want we zijn begonnen met een man of tussen de 6 en 8 man. Aan het bedrijf zelf van Open Brouwers, waar nou winkel is. En nadien zijn wij vertrokken met... Hier op de Spoorrakkerweg. En toen is dat gegroeid naar in een korte tijd naar 20, 25 man. Ja. Misschien wel 30. Dus dat was ook weer de klein die behuizing. En dan straks weer verhuizen? Ga je dat nog meemaken? En toen zijn we verhuisd naar de Brabant. Oh, ik loop te hard van stapel, ik hoor het al. Naar de Brabantse hoek. Ja. En daar zijn we nog sneller gegroeid, naar 60, 70 man. En dat was in 98, dacht ik. En toen heb je dit perceel gekocht. En nu het gebouwd. En nu zitten we op het moment gelukkig met 220 vaste werknemers. En 80 inleners nog. Dus ja, of die 80 inleners blijven, weet ik. Maar de opzet is toch wel dat gaat groeien tot 250 man. Ja, en al die units die erachter staan. Dat is allemaal... een jaar of 10 is daar neergezet voor verdere groei. Dus alle software en hardware, dat zit daar ook in. Maar ja, dat is al een vervanging toe. Dus we hebben het perceel hier naast weer gekocht. Ja, maar ga je dat nog meemaken, die verhuizing? Ja, nou, ik denk dat ze nou beginnen in maart, april. En dat zal ongeveer op het eind van het jaar of al volgend jaar zijn. Dus en zo niet, dan, en ik zou in de fut zitten, dan word ik toch wel teruggeroepen. Ja. Maar als je eventjes heel kort zou moeten omschrijven hoe het er vroeger uitzag hier binnen het bedrijf. Want nu is natuurlijk alles met stroom en elektriciteit, dat gaat enorm snel, die ontwikkeling. Ja. Hoe begonnen jullie? Nou, wij kregen vroeger gewoon van het bedrijf zelf, van Theo Roppenbrouwer zelf, gewoon een briefje en er stond een schets op. En dan moest je naar een storing of je moest een verbouwingsje doen. En dan had je klaartje en dan, dat was het. Maar dat was niet alleen het installatiewerk, hij deed ook keuken zetten en hij deed ook centrale tennis. En hij deed ook straatverlichting nog kijken. Dus een bedrijf met 8 man en we hadden altijd ontzettend druk. Ja. Liever is het gegroeid, dus als je nou ziet wat er nou aan vooraf gaat, dan... On calculatie, on werkvoorbereiders. Het is alle facetten. Hè? Dus ze hebben teamwerk, waar een calculatie gemaakt wordt, een begroting gemaakt wordt, een offerte gemaakt wordt. En als we de offerte ingediend hebben en we krijgen het project, nou, dan staat dat op. En als je dan ziet, is van A tot Z alles geregeld. Zowel het magazijn als tekeningwerk. Dus iedere monteur, is de monteur of gewoon een monteur, die kan er zelfs nog fouten uit halen. Maar vroeger hadden we gewoon een klatje. En daar kon het dan mee doen. En dat was het? En dat was het. Ja. En tegenwoordig is het allemaal van A tot Z geregeld. En wat was nou fijner? Wat, dat of dit? Ja, toen wisten ze niet beter. Voor die tijd wisten ze gewoon niet beter, want dat was zo. En tegenwoordig, ja, als je dat, die stappen terug zou moeten doen, dan zouden ze zeggen, ja, dat werkt niet meer. Ik ben hartstikke gek als je dat doet. Dan ben ik hartstikke gek. Goed, dankjewel. Jij bent dus van de afdeling communicatie. Noem eens wat concrete voorbeelden die jullie in 2011 gedaan hebben. Wij organiseren heel veel evenementen. Dat zijn er een stuk of 20 geweest in 2011. Zo hebben we bijvoorbeeld een aantal ontbijtsessies georganiseerd voor klanten die dan bij ons een bepaald thema gaat het dan over, zeg maar, en dan doen ze onder het genot van een ontbijtje. Dat vinden we wel handig, omdat dan niemand eigenlijk zijn werktijd mist. Dat,
En we hebben een kartevenement dat we voor klanten organiseren. En dat is ieder jaar weer dolle pret. Want daar wordt echt, is echt een wedstrijd onder klanten en medewerkers. De barbecue, jaarlijks terugkerend evenement voor klanten en medewerkers. En ook een kerstborrel hebben we op touw gezet, maar die is helaas dit jaar niet doorgegaan vanwege het overlijden van een collega van ons. En die klantenbinding die staat heel hoog bij jullie in het vaandel, hè? Ja. Jullie nodigen dus de klanten uit op personeelsfeestjes eigenlijk, als ik het zo mag noemen. Waarom is dat? Ja, dat is een van onze doelen van de afdeling communicatie, dat we werken aan onze duurzame relaties, zeg maar, die willen we graag behouden. En als je eventjes naar cijfers kijkt over 2011, hoeveel geld gaat er dan bijvoorbeeld zitten in communicatie en sponsoring en dat soort dingen? De totale afdeling hebben wij €157.000 uitgegeven. Dat zijn onze verkoopkosten, waarvan €65.000 aan sponsoring. Daar doen wij heel veel voor relaties, zeg maar. Maar ook voor eigen medewerkers, als die aan de sport doen en hun shirt willen met onze opdruk bijvoorbeeld. Wat is dit? Dit is van een wielerploeg? Nou, dat is wielerkleding die wij verkopen. Er zijn hier best wel veel medewerkers die doen aan mountainbiken en wielrennen. Maar dit kan iedereen eigenlijk kopen. Ja, maar dat is ook iets bijzonders. Alle medewerkers kunnen gesponsord worden, toch? Ja, als het met cultuur of sport te maken heeft, dat vinden wij wel belangrijk. En dat ze er zelf bij betrokken zijn. Dus als je een trainer bent van het voetbalteam van je zoontje, dan kun je bijvoorbeeld trainingspakken of zo met ons logo laten bedrukken. Wat zijn nou leuke voorbeelden uit 2011 van sponsoring? Wij zijn hoofdsponsor van de wielerclub Pijnenburg in Tilburg. En ook van, dat is dan een relatie, zeg maar, dat is niet vanuit het personeel gekomen. En Michel van Kollenburg, een collega van ons, die tafeltennist. En van die vereniging zijn we ook hoofdsponsor geworden. En dan zie ik overal waar ik loop, zie ik hopnieuws en de hoppetrommel. En ik zie aankondigingsbiljetten van de hoppa. Ja. Dat is ook, hoort natuurlijk ook allemaal bij jouw afdeling. Klopt. Ja, het is ooit begonnen door, het bedrijf is gestart door de heer Hoppenbrouwers. En van daaruit is dat allemaal zo afgeleid. Hoppetrommel is een interne nieuwsbrief, zeg maar, die zo'n 4 keer per jaar verschijnt. En het hopnieuws maak ik elke week. Dat komt achter op de urenlijsten van de medewerkers. En daar houden we eigenlijk de interne communicatie. Houden we iedereen op de hoogte van wat we zoal doen in het bedrijf. En werkt dat een beetje zoals vroeger bij de schoolkrant, dat iedereen ook een stukje mag schrijven? Ja, inderdaad. Klopt. Foto's erbij. Dat wordt veel gelezen. We plaatsen het ook op intranet. Dus iedereen kent elkaar ook gewoon heel erg goed? Dat is wel onze insteek inderdaad. Dat, je krijgt hier meteen, wordt meteen een foto van je gemaakt, die wordt meteen op intranet geplaatst. Wij hebben ook kennismakersavonden voor nieuwe personeelsleden. Dus je wordt meteen opgenomen. Je wordt meteen een hopje. Je wordt meteen een hopje. En hoe gaat het hopje eruit zien in 2012 voor jou? In 2012 gaan we starten met de nieuwbouw, omdat ons pand eigenlijk te klein is. We hebben de grond naast dit pand gekocht. En daaromheen ga ik, mijn collega en ik een communicatieplan maken. Hoe dat in de markt gaan brengen, zeg maar. We moeten bijvoorbeeld onze buren gaan informeren wat onze plannen zijn. En hoe het laten filmen of wat dan ook. Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Laten filmen, eens even denken. Dat zou wel een goed plan zijn. Ik weet nog wel iemand die daar wel, wel oren naar heeft. Ja, we willen zelfs eigenlijk een webcam gaan plaatsen. Zodat het gewoon dagelijks up-to-date gehouden wordt, zeg maar. Zodat iedereen kan volgen, elke dag weer, op elk moment van de dag, hoe de bouw zich vordert. Ja, klopt. Hele wilde plannen. Ook hele, hele bijzondere plannen, vooruitstrevende plannen bijna. Ja. Ik bedoel dat jullie nu een jaarverslag op video uitbrengen. Ja, is dat idee vanuit jullie afdeling gekomen? Ja, normaal doen we dat op papier. En er was een brainstorm sessie gepland, zeg maar. En ik zat eigenlijk gewoon op kantoor, collega achter me, die doet verbeteren en vernieuwen. En ik zei van, nou, weet je nog iets leuks? Kunnen we nog iets anders bedenken van out of the box? Nou, toen zijn we zo eens gaan googlen en hij zei van, nou, sowieso moet het digitaal. Nou ja, dan ga je bij elkaar zitten en waarom geen film? Ja. Nou, vandaar. Waar ben je trots op binnen dit bedrijf? Ik ben er erg trots op, trots op mijn werkgever, dat ik de kans heb gekregen na een periode van ziekte om een nieuwe functie te gaan bekleden. En dat ik daar dus het vertrouwen voor heb gekregen. En de sfeer binnen Hoppenbrouwers, hoe moet je die, laten we die eens in één woord omschrijven? Eén grote familie. Zijn er drie. Ja, maar goed, wel heel duidelijk. Eén grote familie. Ja. Dat voelt ook echt zo? Ja, zo voelt het echt. Ja. Maar moet ik dan ook denken aan elkaar uitnodigen op verjaardagen, bruiloften? Nee, het heeft echt te maken met de werkvloer, zeg maar.
Maar ook buiten de evenementen die we na het werk organiseren worden ook druk bezocht. En ja, zijn wel ter ondersteuning van de teamspirit, zeg maar. Dan zie ik daar een bordje hangen, er staat op praktijkschool. Ja. Betekent dan dat jij student bent, leerling? Ja. Vertel eens, hoe steekt dat in elkaar dan? Ja, je leert hier tekeningen lezen, bedraden, alles aansluiten en ja. Je bent gewoon intern in opleiding? Ja, eigenlijk wel, ja. Hoe lang al? Nu 4 weken. 4 weken, dus nog heel kort eigenlijk. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe? Ja, tot nu toe goed. Het is hier leuk, hangt een leuke sfeer. Ja. Ja, wat omschrijft die sfeer is? De sfeer, ja, die is heel relaxed hier gewoon. En maar wel leerzaam, want je kan ook gewoon alles vragen aan iedereen. En iedereen helpt hier ook gewoon. En je bent ook lekker creatief bezig, zie ik. Je maakt gewoon ook sieraden hier dus bij Hoppenbrouwer. Ja. Hartstikke leuk. Ja, het moet wel leuk blijven. Ja, nee, het moet wel leuk blijven, dat vind ik ook. En het is makkelijk, dat is, ja. Want je leert dus hier tekeningen lezen. Dat, ja, en dan? Want dan moet je het in praktijk gaan brengen. Ja, je leert dus ook de handigheden, dat je meteen alles in één keer dus leert gebruiken. Wat is hier dan de handigheid van alles om je nek hangen? Dan leer ik het meteen tellen. Oh, oké. Okay. Nou ja, dus ben ik snel klaar. 1. Ik kan het ook. Nee, ik heb 2 linkerhanden wat dat betreft. Maar wisten jullie al gewoon altijd dat je dit vak wilde? Ja, vrij snel wel. Ik vond de elektronica leuk. Thuis, als een apparaat kapot was, ging ik dat altijd in elkaar halen. Vond ik altijd super om te zien hoe het aan de binnenkant eruit zag. Ja, dat vond ik wel interessant. En hoe kwam je dan met Hoppenbrouwers in aanraking? Ja, daar had ik veel over gehoord. Zag je veel over tv. Ja, dat leek me leuk als eindstage. Ja, maar dat doen ze goed, hè, qua communicatie naar buiten. Hoe kwam jij erachter dat Hoppenbrouwers bestaat? Oh, gewoon via vrienden en familie. Dus gewoon via. Ja, we hebben zelf ook wel redelijk wat kennis in elektronica bij ons in de familie. Oké, okay, dus is met de paplepel ingegoten? Ja, zo'n beetje wel onder andere. En je moeder maakt sieraden? Ja. Dankjewel. Hij is goed. Ik doe weer. Nou ben ik niet zo technisch aangelegd, maar dit ziet er wel best ingewikkeld uit, moet ik zeggen. Wat ben je aan het doen? Ik ben mijn kast aan het nameten en de maten op tekening zetten voor revisies. Dat we de volgende keer goed op weg zijn met het begin. Maar wat voor kast is dit dan? Dit is voor een zaagmachine. Ik ga de zaagmachine besturen. Ah, oké. Okay. En die ben je helemaal dus nu aan het nameten? Ja. En dat ben jij bent al, ben jij in opleiding nog of ben je werknemer? Ik ben al 2,5 jaar in vaste dienst. Te gek, hoe bevalt dat? Ja, heel goed. Dat valt heel goed. Hoe was het afgelopen jaar voor jou, 2011? Het was een druk jaar, maar het was wel heel leuk. Hoezo druk? Nou, we hebben hier veel werk gehad, ondanks een beetje crisis dat toch was. Dus goed te werk gehad. En waar komt dat door, denk je? Want dan is het inderdaad crisis en de bedrijven vallen om. Maar Hoppenbrouwers gaat juist als een speer. Ja, er zijn veel klanten denk ik, die weinig kunnen bezuinigen. Waterschappen en dergelijke, die moeten toch door. Dus. En die hebben jullie gewoon binnengehaald? Die hebben we binnengehaald. Ja. Dus, ja, mooi. En verder, qua sfeer, als je de sfeer zou moeten omschrijven onderling met werknemers? Gezellig. Gezellig, goede sfeer, leuke collega's. Want er worden best wel veel evenementen georganiseerd ook met z'n allen. Ja, ook dat. Noem eens een hoogtepuntje uit het vorig jaar. Ja, de barbecue. Blijft hoogtepuntje voor de meesten, denk ik. Ja, dat hoor ik de hele tijd. Waar komt dat door? Je moet eigenlijk een keer bij zijn. Nou, dat is gezellig. Dus, is dit een uitnodiging? Bij deze. Dan neem ik de hopjes vla mee. Dat is goed. Oké, okay, te gek. Dankjewel. Dat is goed. Ja, hier wordt ook hard gewerkt. Nou, ik niet. Ga ik niet storen? Jou mag ik wel even storen, denk ik. Even dan. Als jij 2011 eventjes zou moeten omschrijven voor jou, waar ben je dan trots op binnen dit bedrijf? Dat we heel veel werk hebben verzet met deze mensen. Ja, en heel veel werk, hoeveel is dat dan? Ja, dat kan ik zo niet zeggen. Gewoon 5 dagen per week? Voor mij 4 hoor, 4 is genoeg. Ja. En de sfeer binnen dit bedrijf, dat is een bijzonder sfeertje eigenlijk, hè? Ja. Omschrijf dat eens. Gemoedelijk, Brabants. Ja, is dat, maar dat staat ook hoog in het vaandel. Ik bedoel, er zijn veel personeelsevenementen en zo. Neem je ook allemaal deel aan al die evenementen? Waar ik kan wel, ja. Vooral sportieve evenementen. Oh ja? Noemen ze een hoogtepuntje van het vorig jaar? Het mountainbiken, het, wat doen we nog meer? Vissen zag ik staan. Vissen doen we.
darten, noem maar iets. Dat is echt en natuurlijk de barbecue. De barbecue. Wat is daar nou zo gezellig? Ik ben net al uitgenodigd, dus ik ga er ook zeker bij zijn. Maar wat kan ik dan verwachten? Veel eten en veel drinken. Oh, nou, daar heb ik helemaal niks mee, met veel eten en veel drinken. Helemaal niets. Ja, nu ben jij weer. Ja, kom op, we hebben je de teksten gemaild, je zou ze uit het hoofd leren. Maar Dennis, 2011 was ook een jubileumjaar voor je. Inderdaad. Hoe lang was je in dienst? 12,5 jaar. Oh, je zegt het wel een beetje zo van, nou, poeh, dat heb ik toch maar mooi gehaald. Ja, maar ja, als je 150 maanden hier zit, klinkt langer. Ja, dat is helemaal waar. En die 12,5 jaar, als je die eventjes kort zou moeten omschrijven, wat heb je dan hier aan veranderingen gezien? Je groeien. Grotere projecten, meer mensen. En het gaat maar door ook, die groei. Het gaat maar door. Want wordt 2012 een mooi jaar? Ik hoop van wel. Ja, dat hoop ik zeker. Je zit dus nu in een tijdelijk gebouw. Inmiddels staat het er ook al 10 jaar, geloof ik. Maar dan ga je dus volgend jaar, dit jaar, 2012, ga je eindelijk over naar het nieuwbouw. Hoe kijk je daarnaar uit? Dat lijkt me fantastisch. Een werkende airco. Wat minder koud. Want het is hier 's winters echt koud. Ja. Ja, en gewoon weer bij elkaar zitten. Ja, maar dat gevoel is het belangrijkste. Dat, dat iedereen elkaar weer kan zien. Ja, dat klopt. Hartstikke goed. Nou, dan moet dit Nout zijn. Nout die van koffie houdt. Ja, dat ben ik helemaal, ja. Nout, jij bent een van de nieuwste collega's, hè, hier binnen het bedrijf. Ja, de oudste nieuwe. De oudste nieuwe. Want wanneer ben je hier komen werken? Half oktober een beetje. Dat ben ik zo begonnen. Ik heb 3 sollicitatiegesprekken gehad en naar de aanleiding daarvan heb ik een proeftijd gekregen. En ik denk dat het goed gaat. Je denkt dat het goed gaat? Nou, ik vind zelf wel dat het goed gaat en ik denk dat ze hier ook wel tevreden zijn. Maar 3 sollicitatiegesprekken, dat is nogal wat. Ja, ze gaan niet over de nacht ijs. Nee. Ze willen zich wel inleven. En waarom is dat, denk je? Ik denk dat ze de naam hoog te houden hebben, of ik weet het eigenlijk wel zeker. Het is Brabantse werkgever, wordt hier niet zomaar. En daar hoort ook desbetreffend personeel bij. En wat vind je van de sfeer tot nu toe hier binnen het bedrijf? Wat ik ervan meekrijg gaat goed. Het is, ik kom van een klein bedrijf af, dat is failliet gegaan. Zat ik in mijn 43e jaar. En voor mij was het allemaal heel spannend. Ja, dat kan ik me voorstellen. En waar ik zelf namelijk trots op ben, is dat ik alsnog zo snel een baan gevonden heb. En boven verwachting gaat het goed hier. Je bent met open armen ontvangen. Ja, ook dat, maar het idee van, lukt het allemaal? Hè? Bevalt het mij? Ja, het gaat goed. Ja, want hoe zit dat precies? Ondertussen is je koffie klaar, die geef ik je gewoon lekker aan. Als je zeker zijn, want ik kan wel knoeien. Want het is zo dat je komt hier dus niet zomaar binnen. Maar het is dan ook nog, het is nog niet voorbij dan, zeg maar, de selectieprocedure. Hè? Dan krijg je een proef. Tijd van 2 maanden, na die 2 maanden wordt het een half jaar. En dan denk ik dat er een proeftijd van een jaar komt, of een jaarcontract. Proeftijd niet, jaarcontract zal het. Ja, dat hoop je eigenlijk gewoon. Ja, ik heb al gezegd, ik wil tot mijn 65 graag werken. Dat was ik bij mijn vorige baas, had ik dat ook gezegd. En die hoop geven ze me wel. Mits ik fysiek allemaal het bol kan werken. Nou, heb je van 2011 dus hier nog, laten we zeggen, 2,5 maand echt meegekregen. Ja. Wat was dat voor een jaar? Nou, het begon heel mooi. Ik ben 15 oktober zo'n beetje begonnen. 26 oktober was ik jarig en kwam ik thuis, stond er een bloemetje. Dat vond ik heel apart. Ja, heel apart. Dat was wel even bijzonder. Ja, dat was je niet gewend? Nee, gewoon dat ik dat, dat ze dat al, dat ik er al bij hoorde, om zo maar te zeggen. Dan heb ik de directeur een mailtje gestuurd dat ik aangenaam verrast was. En hij wenst me veel succes met mijn carrière hier. Ja, nou, dat wens ik je ook, Nout. En geniet van je koffie. Hey, dank je wel. Een van de belangrijke pijlers van Hoppenbrouwers is de sponsoring, hè, die ze doen. En Michel, daar kun jij ons het meest over vertellen. Ja, klopt. Hoppenbrouwers is zeer actief in het sponsoren van het eigen personeel. We hebben er een beleid op dat eigen personeel bij de directie aan kan kloppen. Als ze interesse hebben om hun vereniging of hun vrije tijdsbesteding daarin te sponsoren. Het moet onderbouwd worden, op papier gezet worden. Dat het aan een bepaalde eisen voldoet.
En ja, goed, zodoende ben ik ook mee bezig geweest voor Tiers 51 tafeltennisvereniging. Om ja, sponsor deal te kunnen sluiten. En dat is gelukt, hè, je blik te zien. Ja, dat is gelukt, absoluut. Ja, daar ben ik heel blij mee. Daar ben ik wel even mee bezig geweest. Ik ben zelf betrokken als vrijwilliger erbij. Mijn vrouw die tafeltennis daar al jaren. We hebben pas daar de nieuwbouw neergezet. En zodoende is dat balletje gaan rollen. En doe ik er heel veel aan ja, elektriciteit. En ja, toen zat ik eigenlijk te denken, van, het is eigenlijk nog mooier als ik voor de club een bedrag kan realiseren voor de kleding. Want ik wist als bezoek waar naar een sponsor. En tegelijkertijd weet ik dat ze in Brabant, Limburg en Zeeland eigenlijk de speelgebieden hebben. Daar komen ze de andere teams tegen. Dus ik wist eigenlijk ook dat het een mooie win-win situatie was voor ja, de naastbekendheid hier in de regio. En dan hoe begin je zo'n traject? Ja, in eerste instantie ben ik het uit aan het denken van ja, goed, waar moet het aan voldoen? Ik ben de gegevens erbij aan het halen. Je kunt bij Claudia kun je de gegevens opvragen waar je voor nodig hebt. Nou, de formulieren heb ik ingevuld. En uiteindelijk ben ik hier rechtstreeks met een Henny geweest, omdat het toch een aanzienlijk bedrag was. Ja, waar hebben we het eigenlijk over? Welk sponsorbedrag? Nee, ik weet niet of ik dat zo vrij mag geven en doen. Dus, nou, dan fluister het even gewoon in mijn oor. Nou, het komt er in ieder geval op. Ja, ik wil het weten. Ja. Nee, het komt op neer dat het echt een aanzienlijk bedrag is van enkele... Ik ga het niet lospeuteren, zie ik nee, al. Nee, het is, ik vind er is een bepaalde vrijheid erin, maar als het om bedragen gaat, dan mag de directeur zelf zeggen wat hij aan kwijt wil. En de rest houden we voor ons. Maar wij zijn er heel erg blij mee in ieder geval. Ja. En zijn er nog andere goede grote voorbeelden te noemen uit 2011 als het om sponsoring gaat? Ja, ik denk de allergrootste is toch eigenlijk wel de wielervereniging die Hoppen Brouwers daarin sponsort. Nou, die hebben al meerdere keren langs zien komen. Ook leuke stukjes in de krant gezien dat toch de naastbekendheid van Hoppen Brouwers naar voren komt. Ja, en Henny als wielerfanaat en volgens mij het halve bedrijf dat graag mountainbiket of aan wielrennen doet. Is dat een prachtige combinatie. Ja. Maar ik neem toch aan dat er wel een soort regels zijn. Het is niet zo dat ik nu naar Henny kan lopen en zeg, mag ik ook 200 euro? Nee, inderdaad. Wat ik net al aangaf, er moet een document ingevuld worden. En eigenlijk de belangrijkste voorwaarde die erin zit, is dat je zelf betrokken bent als vrijwilliger of als speler van een vereniging of een organisatie daaromheen. Maar zijn er dan nog andere voorbeelden te noemen van mensen die hier werken, die hun eigen vereniging of... Ja. Club hebben? Ja, nou goed, we hebben onlangs het darttoernooi gehad, dus dat is misschien wel leuk. Hè? Mark Muurmans, die heeft zijn eigen dartvereniging, sponsort die qua kleding. Dus ja, de tegenprestatie erin is dat hij met Hoppenbrouwers kleding rondloopt. Ander voorbeeld is Leo Rozen, die doet aan fotografie en die houden ook exposities. En ook voor inderdaad een bedrag wat daarin afgesproken is, zorgt Leo ervoor dat de reclames Hoppenbrouwers uitgedragen wordt bij de expositie. Dat zijn dan twee voorbeelden van legio's. Ja. Heel mooi principe eigenlijk, hè? Die sponsoring van hier. Ja, ik denk wel dat het heel erg bijzonder is. Ik kan me niet voorstellen dat er veel andere bedrijven zijn die een budget vrijstellen. Puur aan sponsoring voor werknemers erin. Dus dat onderscheidt Hoppenbrouwers wel van andere bedrijven, absoluut. En hoe zou je de sfeer hier omschrijven? Ja, goed. Ik wil bijna terugvallen op de beste Brabantse werkgever. Dat is ook gewoon zo. De sfeer is goed. En dat wil niet zeggen dat we elke dag met plezier naar ons werk gaan. Want er zijn ook best wel dagen tussen dat je denkt van nou, hè, moet dat nou? Maar gewoon door het gemiddelde genomen, ja, fantastisch. Leuke collega's, projecten zijn leuk, de uitdaging zit erin. Er zijn doorgroeimogelijkheden. Hè. Je kunt je eigen je ambitie kun je hier in een bedrijf neerleggen. Ik ben zelf iemand die houdt van verbeteren, continueren, want ja, uiteindelijk stilstaan is achteruitgang. En ja, daar kan ik hier mijn ei volledig in kwijt. Dus ja, gezellig, heel goed. En wat zijn je voornemens voor 2012 als het hier binnen om het bedrijf gaat? Mijn voornemens is om eigenlijk met mijn team samen meer projecten, grotere projecten draaien op het scholengebied. Ja, als projectleider van scholen doen wij graag de basisscholen, brede scholen. Maar we willen eigenlijk die slag maken naar de colleges toe, naar de hogescholen toe en wellicht de universiteiten. Genoeg ambitie dus? Genoeg ambitie inderdaad. Ik kan er wel even vooruit. Goed. Een zware deur. Ik ben benieuwd wat erachter zit. Het is een beetje koud hier. Goeiedag. Goeiedag. Ja, een bijzondere ruimte volgens mij. Waar staan we hier precies? Ja, wij staan hier in het hart van het bedrijf, de computerruimte. En hier staan onze hoofdcomputers, zodat iedereen in het pand en ook buiten het pand kan werken op deze machines. Dat ze verbinding met elkaar hebben. Dit zijn de verbindingen. Hier worden de verbindingen gelegd, zowel op telefoniegebied als ook op datagebied. Nou, 2011, daar gaat dit videojaarverslag over. Noem eens wat hoogtepunten voor jouzelf hier binnen het bedrijf.
Wat hoogtepunten voor mezelf? Nou, ik wil niet zozeer op mezelf, maar ik vind het fijn dat we de afgelopen jaren een aantal datacenters hebben mogen maken. Dat was toch weer allemaal wat nieuwere technieken. Daar hebben we wat van geleerd, daar zijn we trots op. De klanten zijn daar trots op, dus ja, daar ben ik zelf ook heel trots op. Ik begrijp, volgens mij is iedereen hier heel erg trots. Want hoe is die sfeer binnen het bedrijf? Volgens mij is het een goede sfeer, leuk, gezellig. Men heeft wat voor elkaar over, dat vind ik ook heel wat waard. Dus ja, prettig, absoluut. En deze kasten die zijn dus ook nog redelijk nieuw? Ja, dit jaar geplaatst, of tenminste in 2011 zijn ze geplaatst. Dus dit is gewoon een van de concrete voorbeelden van 2011? Dit is een voorbeeldje van 2011, weliswaar heel compact, maar inderdaad, dit zijn dingen die wij onder andere doen. Ja. Wat heb je ook nog echt grote projecten afgelopen jaar gedaan? We hebben mee mogen helpen bij Interconnect. Nou, dat is echt een commercieel datacenter. Met meerdere verdiepingen, grote zalen, veel kasten. Dus daar, ja, dat is wel een heel groot iets. Ja. En dan 2012, zijn er dingen uit het vorige jaar waar je lering uit getrokken hebt die misschien beter kunnen of mooier moeten of sneller kunnen? Nou, de techniek die gaat natuurlijk steeds verder. Dus er wordt steeds, je kan efficiënter gaan koelen, je kan snellere verbindingen maken. De techniek verandert continu. Dus ja, wij proberen iedere keer bij te blijven met die nieuwste techniek om die toe te passen bij onze klanten natuurlijk. Maar is er iets waarvan je weet dat het uit gaat komen of dat het sneller gaat worden of weet ik iets, waar je heel erg naar uitkijkt het komende jaar? Een nieuwe gadget of een nieuwe verbinding of een nieuw koelsysteem waar je nu al wakker van ligt? Waar ik wakker van ligt? Nee, ik lig er niet echt wakker van, nieuwe technieken. Enfin, maar je zegt in ieder geval, dat houdt niet op, die ontwikkeling? Het is een continu ontwikkeling die door blijft gaan. En niet alleen qua snelheid, maar ook de manier van koppelen aan elkaar. Vroeger waren het allemaal aparte systeempjes. Tegenwoordig kan je steeds meer systemen aan elkaar koppelen tot één geheel. Eigenlijk zoals het hele bedrijf is. Allemaal aparte systeempjes die één allemaal geheel teampjes, worden. Afdelingen die in elkaar vallen als één grote puzzel. En dat is het bedrijf op een brouwers. Oh, dat is mooi gezegd. Oh. Dankjewel. Dat is de afdeling beveiliging. Een superspannende afdeling. Kan gewoon naar binnen lopen. Wordt helemaal niet beveiligd. Ah, kijk, het heets van de strijd. Dit is de afdeling beveiliging, hè, begreep ik? Dit is de afdeling beveiliging, ja. Dus als ik vanavond onder politie-escorten naar huis wil, gewoon zodat ik veilig thuis kom, dan moet ik bij jou zijn. Nee, helaas. Niet? Nee. Oh, waar moet ik dan aan denken? Ja, aan de gebouwbeveiliging, dus inbraakbeveiliging, camerasystemen, brandbeveiliging, toegangscontrole. Ah. Dat soort beveiliging doen wij. En dat hebben jullie hier in het gebouw ook allemaal gedaan? Dat hebben wij hier in het gebouw ook gedaan. En straks bij de nieuwbouw? Straks bij de nieuwbouw ook, absoluut. Ja? Ja. Hey, vertel eens, hoe was 2011? Wat voor jaar was dat? 2011 was een goed jaar. Weinig storingen? Nee, toch wel veel storingen. Ja? Nou, waren er mooie projecten in 2011? Waren er mooie projecten, absoluut. Noem eens eentje. De Zonman bijvoorbeeld in Mogestel hebben we een camerabeveiliging gedaan voor een terreinbeveiliging. Dus dat zijn wel hele unieke dingen en ook leuke dingen. Ja, hoezo is dat dan uniek? Want ik kan me er niks bij voorstellen. Ja, dat zie je niet zo vaak. Tenminste, wij hebben daar nog niet zoveel in gedaan, laat ik het zo zeggen. Voor ons is het voornamelijk woonhuizen en bedrijven beveiligd. En ja, nu heel veel brand. En camerasysteem is vol in opkomst. Ja. Dus dat is wel leuk. En hoe lang werk je hier al? Ik werk 4,5 jaar hier. Ah, nou, dan kun jij mij waarschijnlijk heel goed vertellen hoe de sfeer hier is. De sfeer is prima. Het is een bedrijf wat heel familiair is. Ja, waar zit hem dat dan in? Waar zit hem dat in? De manier van, denk ik, van hoe het hier gaat. Van de mensen toch wel voorop staan. Gewoon lekker alles samen doen? Ja, absoluut. Barbecue? Ook barbecue, kaarten met klanten. Hopjes vla eten? Hopcafé. Hopcafé, hopjes vla. Absoluut. Ja, hopjes vla. Hey, en 2012, wat voor jaar wordt dat? 2012, ja, dat is afwachten, maar we gaan er vanuit een heel goed jaar. Voor onze afdeling momenteel begin van het jaar een goede start, dus met veel projecten druk. Dus dat gaat gewoon lekker door? Daar gaan we wel vanuit. Daar gaan we wel ons uiterste best voor doen met z'n allen. Maar is er niet iets uit 2011 of misschien uit de afgelopen jaren waarvan je denkt, daar gaan we even een tandje bij zetten, dat moeten we even net iets beter doen? We gaan onze focus weer leggen op het stukje beveiliging van woonhuizen. Dat is een beetje in de markt ingezakt en dan gaan we nou extra achteraan. Als je de sfeer binnen dit bedrijf Hoppenbrouwers zou moeten omschrijven? Ja, ik vind het een heel, heel fijn bedrijf, een grote familie eigenlijk. Iedereen kent elkaar, ze doen er ook alles aan om elkaar te leren kennen. En de communicatie onderling, ja, we zijn meer vrienden dan collega's. We gaan gewoon heel leuk met elkaar om.
Maar dat hoor ik dus eigenlijk van al jullie collega's, familie, een grote vriendengroep. Waar blijkt dat uit dan? Ook al zijn wij verschillende afdelingen, toch als we dan bij elkaar op het project komen, dat we toch met elkaar goed werken, overleggen, voor elkaar klaarstaan en toch dingen doen die misschien niet bij onze afdeling horen of bij ons werk doen. Maar toch dan even meepakken voor de andere collega. Iedereen helpt elkaar gewoon. Ja, inderdaad. En als je kijkt naar 2012, zijn er dan nog punten waarvan je hoopt dat die veranderen? Of misschien zijn er verbeterpunten? Ja, verbeterpunten zullen er altijd wel zijn. Maar wij zijn nou goed op weg. Ik denk dat wij nog leuke projecten tegemoet komen in 2012. Ja, noem er eens eentje. We zijn nu HBK-school in Oosterhout. En daar wordt ook een schooltje. Ja, daar gaan we ook weer met z'n tweeën naartoe. Dat is echt een gouden duo zijn er met z'n tweeën. Goud zou ik niet zo, zilver misschien wel, maar goud niet.